En daar zijn we weer terug in het zekerheid. We zien hier nog één keer de uitslagen van de K2000 meter. Nee, dit was de startlijst van de K2000 meter, waar we straks in baan 2 het Belgische koppel Oliver Kouwenberg en Laurens Pannekoeken gaan zien. Hier zien we ze in beeld. Zij hebben zich als doel gesteld om bij de eerste 6 te eindigen, wat een Olympische kwalificatie zal betekenen. En die kans hebben ze zeker, want als we naar de tijden gaan kijken van de halve finales en de series van gisteren, dan zijn ze met de derde tijd in deze finale terechtgekomen. Het zal een zware finale worden, want we hebben in baan 5 de wereldkampioenen en Olympische kampioenen uit Duitsland liggen. De Russen met de snelste tijd, die liggen in baan 6. En als we kijken naar de breedte van het veld, zit er tussen de langzaamste tijd en de snelste tijd niet meer dan 4 seconden. Dus het zal een race worden die aardig bij elkaar blijft liggen. De kwaliteit van het Belgische duo is hoog baantempo. Dat zagen we ook de Portugezen doen. Die de halve finale wonnen bij de Belgen. Spannende race. Ja, net de Russen voorbij komen, het brons van de laatste wereldkampioenschappen. Ja, en dit is wel een nieuwe ploeg, een jongere ploeg. Maar we zagen ze gisteren zo makkelijk varen en zij kwamen in de tijd van 3:11 in deze finale. Olivier Kouwenberg en Laurens Pannekoeken die kwamen in de tijd van 3:13 in de finale. Ze zijn weg. En we zijn natuurlijk heel benieuwd hoe de Belgen het gaan doen in dit elite gezelschap van de 9 finale ploegen. Boven in beeld, de zwarte boot. Nou, dat gaan we dan eens volgen. Ze zijn goed uit de startblokken gekomen. Liggen zeker niet achterin. Hebben direct al een goede positie gevonden. Kunnen zelfs zeggen dat ze op een lichte eerste plaats liggen. Met naast hun verrassend Zweden. Wat goed meekomt. De Zweedse boot werd al een keer Olympisch kampioen. Alleen is dat heel lang geleden, in 2004. Hier zien we ze Marcus Oskarsson en Hendrik Nielsen. Ook werden ze al een keer wereldkampioen. Zijn pas dit jaar weer samen in de boot gestapt. Lopen goed door, hebben een lichte voorsprong genomen. Maar de Nederlanders komen terug. Die doen een tegenaanval. Of de Nederlanders, de Belgen, komen met een tegenaanval. De slagman bij de Zweden, dat is Marcus Oskarsson. Die werd op deze baan bij de vorige wereldkampioenschap wereldkampioen in de eenpersoons. Maar kijk, Oliver Kouwenberg en Laurens Pannekoeken goed meegaan. Ziet er heel ontspannen nog uit. Goede romprotatie. Hun doel is de eerste 6. Het zal nog mooier zijn als de medaille kan worden natuurlijk. Niet te vroeg juichen, maar het zou fantastisch zijn. Want ze hebben de lat toch redelijk hoog gelegd in dit gezelschap. Het lijkt ook dat de Portugezen, of het zijn de Spanjaarden, in baan 4. Nou, de wedstrijd is nog niet voorbij. Het is ook 1000 meter. Dat betekent ook. Die pakken het brons. Of liggen op bronzen positie. 500 meter moet worden afgelegd. Zweden, België, Spanje, dat zijn voorlopig even de medailles. Maar, zoals we al zeiden, de wedstrijd is nog zeker niet afgelopen. Zweden blijft goed doordraaien. Heeft wat meer afstand genomen. De Spanjaarden komen wat dichterbij. De Belgen liggen nog steeds op een tweede positie. Hier komen de Hongaren. Die komen ook dichter en dichterbij. Dus de spanning gaat nu toch wel. En op de 750 meter af. Lastig te zien. Maar in ieder geval, Zweden ligt op kop. De Belgen liggen toch nog in een tweede positie. Maar de Hongaren komen toch wel benauwd sneller dichterbij. En hier komen de Russen ook nog eens een keer eroverheen. Ja, de Russen liggen nu duidelijk in een tweede positie. En de Belgen op 3. Nou jongens, probeer dat nou eens vast te houden. Kom op, nog 200 meter. Hier zien we de Zweden. Het zal een stunt zijn als deze het goud pakken. Zoveel jaar na dato. Maar we zijn er nog niet. Hier komen de Belgen aan. Het is net alsof ligt ze er allemaal nog op de lijn, hoor. Een sprintje kunnen geven. Maar we zien toch tegelijkertijd de Russen en de Hongaren naar voren komen. En als het een vierde plaats wordt, is het nog fantastisch wat ze neerzetten. Maar laten we nog even hopen op een bronzen plak. Ze liggen er nog steeds goed bij, hoor. Ja. De Slowaken komen ook naar voren, naast België aan de andere kant. En hier onderin beeld. En dat zijn de Russen die... Kom op, jongens. Het is een... Vierde plek voor België. Ja, nou, dan hebben ze hun doel bereikt. Binnen de 6
Ze hebben iets beter gelegen, maar het was ook wel erg moeilijk om dat vast te houden. En het zijn de Slowaken die wonnen. Hadden ook een snelle tijd in een halve finale. Tweede tijd. Wat hebben Ode van Kouwenberg en Laurens Spanning een goede race gevaren. Hun doel was de eerste zes. Ze zijn vierde geworden. Laag zelfs een medaillepositie. Die hebben ze helaas niet kunnen vasthouden. Maar dit is zeker een uitgangspunt naar de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. De Zweden ook verrassend een podium. We hadden het gisteren over hè, koppels die later toch weer terugkomen. Dat het vaak toch niet goed gaat. Volgens mij pakken ze hier het zilver. Ja. En is... Nog één keer goed kijken. Hier, dat zijn de Slowaken. Dan de Zweden. Dan, ja, de dan Zweden de net iets eerder. En dan de Russen. Maar wat goed, hè. Vierde van de wereld. Ja, dan heb je het erg goed gedaan. En logisch dat zij heel blij zijn met hun goud wat ze hier hebben binnengehaald. Peter Gelle en Erik Slek. Peter Gelle zat normaal altijd in de K1. Kwam hij altijd wel in de finale. Nu pakt hij een medaille. Goede overstap dus, de twee persoons. Ja, de baan had iets korter moeten zijn. Maar metertje hij was, of 10. Ja, maar hij was 1000 meter. Kijk, hier zien we het. Wat is het verschil? 200ste, 300ste. 300ste. Goed, dat is een kwestie om nog eens over na te praten. En je kan je voordeel ermee doen voor de volgende wedstrijden.